Hallo, goedemiddag. Ik ben op weg naar Verseden, het provinciedomein in Oostende. Ik had er een afspraak met Steve van Gijzen van Westhoed, gedelegeerd bestuurder. En een aantal mensen van de kampeerwagensector, de stad Oostende, Westhoed. En ook wel mensen die vaak met de kampeerwagen op pad gaan. Zijn wel al langer vragende partij om in de omgeving of op het provinciaal domein van Verseden een aanbod, een kampeerplaats, een trekkersplaats te kunnen voorzien. We hebben een aantal dingen op papier eens bekeken en we gaan nu eens in de praktijk checken of dat onze ideeën ook wel praktisch haalbaar zijn. Ik ben benieuwd. Allee, het zonnetje schijnt, het is al dat. Stefan is op tijd, bijna onherkenbaar, maar is wel op tijd. Dus de dag begint veelbelovend. Ik bevind mij op het provinciedomein Raverseide in Oostende. Ik ben hier net een werkbezoekje. Enfin, ik heb hier net een werkbezoekje gebracht met een aantal mensen om na te denken over de mogelijkheden om een parkeerautoterrein, campingwagens met andere woorden, te installeren. Blijkt dat het toch niet zo eenvoudig is. We hadden een terrein in gedachten. Maar goed, we wisten wel dat het niet zo spectaculair goed ontsloten was. Blijkt ook dat dat toch wel een pijnpunt wordt. Ja, we zijn natuurlijk niet op zoek naar bijkomende verkeersongevallen. We willen in tegendeel toch wat kwaliteit kunnen bieden aan iedereen hier in de buurt. Dus goed, ja. Een keer zo en een keer anders. Het valt het wat tegen vandaag. Maar bon, we blijven uiteraard op zoek naar altijd maar nieuwe opportuniteiten om van West-Vlaanderen de beste provincie van het land te maken. Zo, we bevinden ons in het wondermooie Wijlskerke, deelgemeente van Middelkerke. Ja, ik moet straks nog naar Langemarken en naar Zonnebeke wat gaan onderhandelen over de toekomst van de woonmaatschappij in de Westhoek door het sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel. Maar bon, even tijd voor een broodje. Samen met mijn trouwe metgezel, Bart, mijn chauffeur, pakken we hier even een korte pauze. Een broodje Martino voor Bart met anchovies. Een broodje garnaalsalade voor mezelf en twee colaatjes. Dames en heren, tot later.